Geliefde gemeente, ouderen, jongeren en ook onze gasten en degenen die via de livestream met ons verbonden zijn, van harte welkom in deze eredienst. Vanmorgen gaat onze oud-predikant dominee D. van der Zwaag uit Siegerswoude de Wilp voor. En het schriftgedeelte dat vanmorgen centraal staat is Rut 1, vers 1 tot 16. Het thema van de prediking is Orpa kust, Rut kiest. Eerst een aantal mededelingen. Een drietal overlijdensberichten. Maandag 21 oktober is overleden op de leeftijd van 78 jaar zuster Celia Janna van Riese Hartog. Op maandag 28 oktober is het condoleren van 9:30 tot 9:45 in een zaal van de kerk. En daarna is er een samenkomst van woord en gebed. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats de Munnekehof. Afgelopen donderdag werd na een zwangerschap van 28 weken Joas Verhaar geboren, zoon van Jasper en Babette Verhaar Groothuis. Joas, zijn roepnaam zou Jasper zijn geweest, is op dezelfde dag door de Heere thuisgehaald. De begrafenis vindt plaats op woensdag 30 oktober van 9:45 tot 9:45 is er in de zaal van de kerk gelegenheid tot condoleance. De rouwdienst zal beginnen om 10:30 en daarna zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden op de begraafplaats in Ede. Gisteren op 26 oktober overleed onze broeder Johan Klumpenaar. Hij is 86 jaar geworden. De dienst van woord en gebed is op maandag 4 november... om 10:00 op de Munnekehof. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren vanaf ongeveer 11:30 tot 1:00. Gegevens over de begrafenis van Joas en broeder Klumpenaar volgen morgen via een extra zondagsbrief. We wensen de rouwdragende families, vrienden, kennissen binnen en buiten onze gemeente van zuster Van Riese, Jasper Verhaar en broeder Klumpenaar de troost en nabijheid van onze hemelse vader toe bij het verwerken van het gemis en het verdriet. En er zal straks ook na het votum en zegengroet ook een gedenkmoment plaatsvinden. Dan nog twee overige mededelingen. 31 oktober aanstaande is het hervormingsdag. Op 2 november om 7:30... zal de gezamenlijke reformatieherdenking met onze broeders en zusters van de Julianakerk, de Vredeskerk en de Brugkerk worden gehouden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. In november hopen we als gemeente weer mee te doen aan de voedselbankactie. Net zoals vorig jaar kunnen de kinderen tijdens de dankdag al producten inleveren voor de voedselbank, die voor de voedselbank bestemd zijn. De kinderen en hun ouders worden door de diaconie van harte ertoe opgeroepen om hieraan mee te doen. En met betrekking tot al deze punten vindt u meer informatie op de zondagsbrief. En voor alle data geldt Deo Volente. Dan over de collecte. Tijdens de eredienst is de collecte bestemd voor noodhulp in Libanon, zoals afgelopen zondag afgekondigd is. En de overige collectebijdrage voor de vaste kosten van onze gemeente kunt u overmaken op de middels bekende wijze, via de bank dus. Laten we nu samen zingen Psalm 96, vers 4 en 6. En namens de kerkraad wens ik u een rijk gezegende eredienst toe.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, ik wil u vragen, indien het voor u mogelijk is, om op te staan. Afgelopen maandag werd onze zuster Celia van Riesehartog getroffen door een hersenbloeding. De gevolgen hiervan waren zo groot dat ze dezelfde avond in het ziekenhuis is ontslapen. Ze is 78 jaar geworden. Ze heeft vreugdevolle jaren gekend, maar ook verdrietige tijden. Het overlijden van haar man en later ook het overlijden van haar zoon hebben haar leven gestempeld. Ze was graag dienstbaar en heeft jaren vrijwilligerswerk gedaan. Op geloofsgebied niet zo uitgesproken, maar ze stelde haar vertrouwen op de Heere, haar God. Ze wist zich door hem gekend. De Heere die haar op zijn tijd heeft thuisgehaald. Afgelopen donderdag werd na een zwangerschap van 28 weken Joas Verhaar geboren. Zoon van Jasper en Babette Verhaar Groothuis. Als doopnaam zou hij de naam Jasper hebben gedragen. Aanvankelijk leek het goed te gaan, maar op vrijdag bleek uit onderzoek dat er bloedingen in de hersenen van Joas waren gevonden. En die avond is hij in de handen van zijn vader en moeder overleden. Wat een vragen, roept dat op. Toch mogen Jasper en Babette weten dat de Heere hen nabij is, in dit grote verdriet en dat ook de kleine Joas veilig is in Jezus' armen. Want de Heere wijdt immers zijn kudde en hij brengt ook de lammeren bijeen en hij draagt ze in zijn armen. Gisteren, 26 oktober, overleed onze broeder Johan Klumpenaar. Al geruime tijd was zijn gezondheid erg broos. Na het overlijden van zijn vrouw in april 2021 viel het leven hem zwaar. Hij miste haar en kon maar moeilijk verder. Broeder Klumpenaar doorleefde in die tijd al meer dat hij van genade alleen moest leven. Daar sprak hij niet zo gemakkelijk over, maar hij zocht die genade bij de Heere Jezus Christus en mocht in alle eenvoud zijn hoop op hem gaan stellen. Van vrijdag op zaterdag ging het slechter. Hij was benauwd. Die middag weken zijn krachten verder en ontsliep. Onze broeder mocht 86 jaar worden. Laten we hen die ons ontvallen zijn gedenken door het zingen van Psalm 68, het 10e vers. Een psalm die voor zuster van Riese en ook voor de familie Klumpenaar van betekenis zijn geweest. En die ook aan Jasper en Babette troost wil schenken. Psalm 68, vers 10.
De Heer heeft ons zijn wet gegeven als richtsnoer voor ons leven. En die wet die mogen we ook vanmorgen weer samen horen. En als antwoord daarop zingen we dan daarna met elkaar op Psalm 26, het tweede en ook het derde vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog al wetende steeds open lag. Doorzoek me en toets me gangen, doorgrond al mijn verlangen, stel mijn oogmerk in de dag. En dan het derde vers. Ik houd oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die me haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Denk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heere heeft de wet samengevat in de volgende woorden. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en ook de profeten. Thank you.
De Bijbel doen we vanmorgen open bij het Oude Testament, het boek Rut. En we lezen het eerste hoofdstuk, de eerste 16 versen ervan. Rut 1 tot en met 16. Het opschrift luidt Naomi en haar schoondochters. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chilion, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en ze bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Chilion, stierven ook. En zo bleef die vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab, want ze had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. En daarom trok ze weg uit de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen ze op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen ze hen kuste, begonnen ze luid te huilen. En ze zeiden tegen haar: voorzeker, we keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heere is tegen me uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. En daarom zei ze: zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook heen gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Tot zover. Laten we eerst samen tot de Heere gaan in ons gebed. Hem dankend en hem zeker ook om zijn zegen smekend. Kracht, sterkte, ondersteuning voor de rouwdragende families. En we willen de Heer ook bidden om de onmisbare leiding van zijn geest, als we samen de boodschap van wat we gelezen hebben proberen te ontdekken. Laten we het aangezicht van de Heer zoeken in ons gebed.
barmhartige en trouwe Here in de hemel. Vanmorgen zijn er heel veel gemengde gevoelens in ons hart. Zeker zijn we dankbaar voor al uw zegeningen en weldaden die we uit uw milde hand ontvangen dag in dag uit. Maar vanmorgen is er ook veel verdriet in ons hart. En heren, we willen samen dat verdriet ook in uw handen leggen. En we willen samen bidden of u wilt zijn met de familieleden die in rouw gedompeld zijn. De familie van onze zuster Celia van Ries. De familie van onze broeder Johan Klumpenaar. En de familie Verhaar. Heren, wilt u troosten, kracht geven, ondersteunen, zoals u dat alleen maar kunt. En mogen al degenen die het betreft in deze dagen van rouw, van diep verdriet het ervaren. U bent nabij, troostend nabij. U geeft kracht. En als de dag van de begrafenis er is, laat dan bijzonder ook het woord van u als licht mogen schijnen over de duistere werkelijkheid van dood en graf. Want heren, dat licht, dat is er. Dat is toch opgegaan en dat wordt ons toch in de schriften ook verkondigd. Het licht dat opgegaan is in de Heere Jezus Christus. Die toen hij op aarde was het zelf ook gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, die zal in de duisternis niet wandelen. Heere, laat dat licht ook dan in die moeitevolle, die verdrietige omstandigheden over onze harten mogen schijnen. Dat we u zien, o Heere Jezus Christus, en in u alles mogen ontdekken wat we nodig hebben. Heere, we bidden zo voor de rouwdragende familieleden. We bidden ook voor allen die vanmorgen door de overlijdens die werden genoemd ook weer bepaald werden bij de verliezen die ze zelf hebben geleden in hun leven. Misschien wat langer geleden. Of nog veel korter, nog veel dichterbij. Maar troost een ieder, Heere, in het verdriet, in het gemis, wat zo schrijnend kan zijn. Wat als een bitterheid ervaren wordt. Zoals Naomi dat ook verwoordde tegen haar schoondochters toen ze weer op weg was naar Bethlehem. Er is zoveel bitterheid in mijn leven gekomen door het verlies van mijn man en van mijn twee zonen. Trouwe heren, we willen samen ook bidden of u met onze zuster Takken wilt zijn, die voor revalidatie is in de Engelenburg. En laat ook daar ook het door haar ervaren worden, heren, dat u nabij bent en dat u kracht geeft en dat de behandeling door u gezegend wordt. We bidden voor haar en ook voor onze broeder, haar man. We bidden ook voor onze zuster Henny Simons van de Brink, die een heupoperatie onderging en nu in het ziekenhuis van Ede nog moet verblijven. Laat ook zij mogen ervaren dat u zegent, nabij bent en herstel wilt geven. Ja, heren, we bidden voor allen in het midden van onze gemeente die met zorg en met moeite, als het om het lichamelijke gaat, geconfronteerd worden. Laat troost en kracht, maar als het u belieft ook herstel, mogen worden ervaren. Samen willen we u bidden, heren, om de bediening van uw geest. De Heilige Geest die onmisbaar is om werkelijk uw woorden te kunnen verstaan en voor uw dienaren om uw woord te kunnen verkondigen.
We mogen toch samen ook een beroep doen, Heere, op uw belofte, dat u het toch toegezegd heeft, dat u uw geest niet onthouden zult aan wie u daarom smeekt. Mogen we dat ook vanmorgen in alle nederigheid en ootmoed doen. Er is in ons geen waardigheid, maar zie ons aan in uw gunst en uw genade, in de Heere Jezus Christus geopenbaard, om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 146, het derde, het vierde en ook het achtste vers gaan we eerst met elkaar zingen voordat we ons buigen over wat we in Rut 1 gelezen hebben. Overdenken de geschiedenis die we gelezen hebben met als uitgangspunt het 14e vers. En Orpa
kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. En als we geluisterd hebben naar de boodschap van dit gedeelte, dan zingen we met elkaar op Psalm 119, vers 15. Ik kies de weg van de waarheid voor mijn voet om mij van het pad van de zonde af te keren. Uw rechten, die zo heilig zijn en goed, stelde ik mij voor en die wil ik nederig eren. Gemeente, ziet u ze, zie jij ze gaan, die drie vrouwen die daar op weg lopen van Moab naar Bethlehem? Drie vrouwen, twee nog vrij jonge vrouwen en één wat meer op leeftijd. Twee jonge vrouwen. Het zijn Moabitische. Ze komen uit Moab, een gebied aan de overkant van de Jordaan, een heidens gebied helaas. Hoewel, de vader van de Moabieten was een zoon van Lot. Dus er is wel een of andere familierelatie tussen Israël en Moab. Maar in geestelijk opzicht bestaat hier helaas niet. Wat je helaas wel vaker tegenkomt. De een in de familie die de Heere vreest. En de ander die laat blijken er zo weinig mee te hebben. Zo is het ook tussen Moab en tussen Israël. Die oudere vrouw op leeftijd hierop, die daar bij die twee jongeren loopt, dat is een Israëlitische vrouw. Die heeft een poos in Moab gewoond. Want ze is er naartoe gevlucht, samen met haar man en toen ook met haar twee zoons. En ze is er naartoe gevlucht om economische redenen. Er was honger in Bethlehem. En daarom waren ze maar naar het gebied gegaan waar brood te vinden was. En die twee jonge vrouwen, die Moabitische vrouwen, wat is eigenlijk de relatie met die oudere vrouw? Nou, het zijn haar schoondochters geworden. Want toen ze nog leefden, toen waren haar twee zoons met deze twee vrouwen getrouwd. Orpa en Rut. Orpa en Rut. En nu loopt zij, de oudere Naomi, met deze twee op weg van Moab en van Moab naar Bethlehem. En dan zal het uiteindelijk wel erop uitlopen dat ze afscheid moeten nemen van elkaar, denk je dan. En dat is natuurlijk ook zo. En dat gebeurt uiteindelijk ook. Alleen dat afscheid, dat is wel heel bijzonder. Er wordt afscheid genomen van één, terwijl de ander toch zich aan die Rut, die oudere vrouw, vastklampt. Orpa kust de schoonmoeder en Rut klampt zich aan haar vast. Er wordt verschillend gereageerd op het afscheid. Orpa kust en gaat weer terug naar Moab. Rut klampt zich vast, gaat mee naar Bethlehem. En daaruit blijken twee dingen. In de eerste plaats dat Orpa voor haar oude bestaan kiest en dat Rut voor een nieuw bestaan gekozen heeft. Dus Orpa kust, Rut kiest. De een, Orpa kiest voor haar oude bestaan en de ander, Rut, kiest voor een nieuw bestaan. Hoe is Naomi nou eigenlijk vanuit Bethlehem in Moab verzeild geraakt? Hè? Ik zei al, dat had te maken met economische redenen, dat had te maken met hongersnood. Mensen vluchten over de hele wereld, vandaag de dag natuurlijk ook, daar weten we alles van.
Er zijn ook in ons land heel wat mensen die hier hun heil gaan zoeken. Brengt de overheid in grote problemen. De opvang is te kort. Waarom vluchten mensen? Nou, dat kunnen natuurlijk een aantal redenen kunnen daar aan ten grondslag liggen. Er is oorlog uitgebroken. Er is tekort aan voedsel. Er is geen werk. Noem het maar op. Naomi is ongeveer een jaar of 10 geleden vanuit Bethlehem naar Moab gevlucht. Samen met haar man, Elimelech, en haar twee zonen, Machlon en Giljon. Bethlehem, weet u wat die naam betekent? Broodhuis. Nou, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder, hè? Dan woon je in Broodhuis en dan is er geen brood. Waarom heette Bethlehem Broodhuis? Dat zal te maken hebben met de vruchtbare streek rondom. Maar dat wil nog niet zeggen dat je altijd dan ook een goede oogst hebt. Er kan ook een droogte zijn. Dat kan ook in ons land zomaar gebeuren. Een droge periode. Dan heb je weinig of niks. Ja, en toen waren ze dus naar Moab gevlucht. Aan de ene kant kun je daar best ook wel inkomen, want je moet toch brood op de plank hebben. En zo'n jong gezin, dat kan toch niet zonder brood. Dus ja, je zoekt toch wat. Maar was het nou zo verstandig om naar Moab te gaan, om daar brood te zoeken? Kijk, Moab, ik zei aan het begin al, dat is natuurlijk een land dat wel affiniteit heeft met Israël, of Israël met Moab, hoe je het maar wilt bekijken, maar er is een diepe kloof. Hè? Israël, dat is het land waarin de Heere zich openbaart, waar de Heere gediend wordt, helaas ook niet door iedereen, maar wel door Naomi en wel door Elimelech en de twee zoons. Dat hele gezin, dat dient de Heere. Is het dan verstandig om dan maar te verhuizen, ook al heeft dat best wel een aanvaardbare reden, maar is het dan verstandig om te vluchten naar Moab? Er is een commentaar, dat is geschreven door een persoon die u misschien ook wel eens vaker voorbij hebt horen komen, Matthew Henry. En die heeft in zijn commentaar geschreven van, ja, als er nou in Moab brood was in die dagen, dan zal er ook wel brood te vinden zijn geweest aan de andere kant van de Jordaan, de westelijke kant van de Jordaan, en dan was je in Israël gebleven. Was het dan niet verstandiger geweest dat Elimelech en Noah en Naomi dan eigenlijk met de zoons dan maar naar dat gebied waren gevlucht? Ja, je zou eigenlijk denken van wel. Want als je gezin eigenlijk, om zo te zeggen, blootstelt aan Moab, dan moet je wel weten wat je doet. Dan kan het zomaar wezen dat de invloed van Moab zo groot wordt dat je kinderen Moabieten worden. Of het kan eigenlijk voor je eigen geestelijk leven, om zo te zeggen, heel funest gaan worden. Dat je eigenlijk wel voelt van, ik ga eigenlijk steeds meer oppervlakkiger worden. Er kan steeds meer bij door. Ik word eigenlijk steeds meer een Moabiet. Dat je wel voelt, dit gaat niet goed. Ik moet eigenlijk de andere kant op. Mijn leven moet meer dichter naar God. Maar ik ben in Moab terechtgekomen. Ik heb voor Moab gekozen. En nou kom ik steeds verder van God. Het zou zomaar kunnen dat het gevolg was. Maar er is eigenlijk nog iets, gemeente. Matthew Henry die zegt, als er een hongersnood in Israël was, dan had God daar ook een betekenis, een bedoeling mee. En wat was dan eigenlijk de bedoeling? Nou, in Leviticus 26, daar lees je dat God zegt, Israël, als u niet luistert naar mij, als u mijn geboden eigenlijk niet handhaaft, dan zal ik uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons.
Met andere woorden, dan kun je wel bidden, maar je kunt door ijzer heen niet praten. Dat ketst af. Dan hoor ik naar uw gebeden niet meer. En dan wordt de aarde brons. Dus dan zal eigenlijk ook uit de aarde weinig meer voortkomen wat u kan voeden. Dus als u zich van mij afwendt, zegt de Heere tegen Israël in Leviticus 26, dan zult u de gevolgen daarvan gaan ondervinden. En die gevolgen worden ook met zoveel woorden door hem genoemd. Uw land geeft zijn opbrengst niet meer en de bomen zullen hun vruchten niet meer doen zien. Dus toen de hongersnood uitbrak, toen had Elimelech eigenlijk bij zichzelf zich moeten afvragen, wat heeft God hiermee te zeggen? En toen had hij zeker ook, dan had hij natuurlijk wel kunnen wijzen op al de anderen in Israël en gezegd van ja, moet eens kijken hoe in Israël eigenlijk de dienst aan de Heere eigenlijk vormgegeven wordt. Het is toch wel te begrijpen dat de Heere nou, om zo te zeggen, vertorend, boos geworden is en dat hij nou die hongersnood ook geeft. Maar hij had het eigenlijk ook heel persoonlijk moeten maken van ja, maar Heere, zou er misschien ook in mijn leven een weg zijn, een schadelijke weg zijn, waar u eigenlijk door deze moeite ook aandacht voor vraagt en op wijst. En nou lezen we inderdaad niet dat hij dat heeft gedaan. Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat hij zich dat ook niet heeft afgevraagd. Want niet alles wat in mensenharten omgaat staat immers beschreven. Maar toch is het wel opmerkelijk, hè, dat je dus daar helemaal eigenlijk niets van leest. Hè, dat hij toch die vraag zich gesteld heeft. Als hongersnood een teken is van Gods oordeel, wat heeft mij dat nou te zeggen? Het is wel heel begrijpelijk, hè? Als de zorgen, de moeite, economisch bijvoorbeeld, zich voordoen, dan proberen we toch van alles om onszelf te redden. En natuurlijk is dat ook niet altijd af te wijzen, je moet ook nuchter blijven. Maar weet je, Matthew Henry heeft in zijn commentaar er eigenlijk nog wel een wat een diepere les dan eigenlijk aan willen verbinden. En hij heeft ook gezegd, als zorgen en moeite ons overkomen, laten we dan onszelf toch ook die vraag toch wel stellen. Wat zou de Heere mij daar eigenlijk mee te zeggen hebben? En zegt Merk je Henry daar in dat commentaar op dat moment ook, hij zegt, het zou kunnen wezen. Hij zegt niet dat dat altijd zo is hoor. Maar het zou kunnen wezen dat God door een moeitevolle weg de koers van je leven wil verleggen. Nou is dat natuurlijk best heel teer, hè? En dat moet je ook niet, om zo te zeggen, aan anderen voorhouden. Hè? Maar dat moet je wel, denk ik, ook naar jezelf toe eigenlijk altijd je afvragen. Hè? Als er zorgen zijn, zou God de koers van mijn leven hierdoor willen verleggen? Moet ik dichter bij hem komen? Ben ik weer te ver afgedwaald? Moab is de plaats waar op dat moment honger niet wordt ervaren. Er is in Moab genoeg, maar er is meer dan genoeg. Ik zei al, Moab is een puur heidense samenleving. En wat gebeurt er, wat je eigenlijk al een beetje kon verwachten? Die twee jongens, die krijgen verkering met meiden uit Moab. Nou, daar komen ze mee thuis. Zijn dat dan slechte meiden? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat blijkt ook uit dit hele gedeelte wel. Dat zijn op zich hele goede meisjes. En daar kun je niks van zeggen. Daar mag je ook niks van zeggen. Maar waar het nou om gaat, hè, dat ontbreekt. Want die meisjes die weten niet wie de Heere is. Die weten niet wat zijn geboden zijn. Die leven, ja, zoals mensen leven, zonder God.
En deze twee, deze jongens, die trouwen met deze meisjes. En dat is op zich dus eigenlijk alweer een gevaar, want ach, je ziet het toch ook zoveel om je heen en misschien ook wel in je eigen gezin. Dat als een van de kinderen verkering krijgt met eentje die nergens aan doet, dan is dat meisje of die jongen niet verkeerd. Maar je ziet wel die invloed. En soms, ja helaas vaker dan je graag zou willen, zie je dat ze dan eigenlijk ook op die manier van kerk en geloof vervreemd raken. En dan gebeurt wat niemand had kunnen voorzien. Waar zowel Naomi en Elimelech, nou om zo te zeggen, ook voor hebben gedaan om daarvan weg te vluchten wat maar kon. Ze wilden niet door hongersnood sterven. Maar wat gebeurt er? In Moab komt toch Elimelech heel plotseling te overlijden. Van het een of andere moment. En dan weten we allemaal, dat hoef ik nou vanmorgen ook niet breed uit te schilderen, hoe pijnlijk het is als er zo plotseling een dierbare wegvalt. Elimelech zal nog niet zo heel erg oud zijn geweest, en dat kun je concluderen uit het feit dat op dat moment die twee zoons ook nog in huis zijn als die komt te overlijden. Maar dat doet eigenlijk ook niet zoveel ter zake. Het gaat erom dat Naomi wordt weduwe. En als dat in Israël was gebeurd, in Bethlehem, dan was dat eigenlijk al heel erg ingrijpend geweest, heel verdrietig geweest, maar nou gebeurt het in Moab. Zie je Naomi daar nou zitten? In dat huisje in Moab. Ze heeft nou wel brood, maar haar man is kwijt. En daar zit ze. Wie dient in Moab de Heere? Met wie kan ze daarover spreken? Wie ondersteunt haar daar? Ze is alleen. Ze is een vreemdeling in Moab. En dat wordt nu wel heel pijnlijk door haar ervaren. Maar het verdriet wordt eigenlijk nog veel sterker als ook de twee jongens heel plotseling komen te overlijden. Machlon en Chilion. Het was eigenlijk om zo te zeggen, nou ja, zo dat ze aan de opbouw van hun nieuw bestaan bezig waren. En plotseling wordt ook hun leven beëindigd, afgesneden als een draad die doorgeknipt wordt. En wat is dit pijnlijk? Even later zal Naomi het hebben over bitterheid. Bitter is de ervaring die ze hier opdoen. Kun je dat begrijpen? Ja, ik wel. U ook toch? Bitter. Dit is moeilijk. Dit is zoveel verdriet bij elkaar. Wat zal er veel in haar hart omgegaan zijn? Het heeft gestormd. Hoe moet ik hiermee omgaan? Hoe kan ik dit verwerken? Ze heeft een vlucht naar boven. Ze heeft een opening naar de Heer. Ze heeft het gebed, ze heeft het woord. Dat is natuurlijk in die situatie dan wel heel belangrijk. Als je bitterheid ervaart, dat je dan toch ook een situatie hebt waarvan je zegt, en nu kan ik daar terecht bij hem die al mijn bitterheid ook ziet en aanschouwt en mij daarin ook de krachten wil geven en de troost wil bieden die ik nodig heb. Want wat moet je nou als je alleen maar in Moab zit en je hebt alleen maar mensen om je heen die een beetje misschien verdrietig staan te kijken, maar daar kun je niet zoveel troost uitputten. Dan heb je meer nodig. En Naomi die heeft dat ook wel mogen ervaren. Maar desondanks, ze zegt het toch later wel. Het is wel een hele bittere, bittere ervaring voor haar geweest. Naomi.
weduwe zonder kinderen. En die twee meiden, Orpa en Rut, nog maar pas getrouwd, jonge meiden, jonge vrouwen, weduwe zonder kinderen. En nu gaat ze terug. Waarom? Naomi heeft geen thuis in Moab. Naomi is thuis in Bethlehem. Die geestelijke dimensie in haar leven, die is het allersterkste. Die maakt ook dat ze, hoewel ze daar wel een poos is, ze is er uiteindelijk 10 jaar geweest, maar dat ze er nooit eigen geweest is. Ze is altijd gericht gebleven op Bethlehem, altijd gericht geweest op de God van Israël. Dat is, om zo te zeggen, het geheim van haar leven. En daarom wil ze nou terug. En nu gaat ze terug. En de twee dochters die gaan mee. Oh, die dochters gaan nu eigenlijk dus zeker even mee om haar een eentje op weg te brengen. Ja, precies. Dat is er wat er aan de hand is. Kijk, daar lopen ze met z'n drieën. Die twee meiden, Orpa en Rut. En daar loopt ze achteraan. Naomi, zij loopt misschien wel ietsje langzamer. Of misschien de meisjes houden hun tred wat in. Ze ondersteunen moeder. Want dat is wel duidelijk. Ze zijn van de koude kant. Maar er is wel een hele warme zijde. Ze houden van schoonmoeder. Ze zijn er echt op betrokken. Ze doen haar uitgeleide. Dan komt het moment van afscheid. Het moet er toch een keer van komen. Toch? Naomi, zij gaat naar Bethlehem. Die meiden, die kunnen niet mee. Dat zijn Moabitische vrouwen. Die kunnen toch in Bethlehem niet verder, zou je zeggen. Lieve Orpa, lieve Rut, ga nu maar terug. Dank voor alle goeds wat je voor mij hebt betekend. Dank voor alle goeds wat je aan mijn zoons en ook mijn man hebt betoond. Mogen de Heere je de genade geven dat je een nieuw huwelijk zou kunnen sluiten als je straks terug bent in Moab. Ze gunt de meiden een nieuw leven, een nieuw bestaan in Moab. Want ze weet het, ze weet het. Het zijn Moabitische vrouwen. Matthew Henry, daar heb je hem weer. Die verbindt aan Naomi's woorden een praktische les. Laten zo alle schoonmoeders een goede relatie opbouwen met hun schoondochters en schoonzonen. Daar zit nog wel eens wat ruis op de lijn. Maar laten ze zich ervoor inspannen om het goed te houden met hen die als schoondochters en schoonzonen aan hen zijn gegeven. En natuurlijk zou je dan ook de les eigenlijk ook willen omkeren. Zeggen, laten ook alle schoondochters en schoonzoons er zich voor inspannen om een goede relatie met de schoonouders ook op te bouwen. En span je daarvoor in. En dan het moment van afscheid. Naomi kust ze allebei, Orpa en Rut. Een emotioneel moment. Ze beginnen allemaal te huilen. Kun je je indenken, natuurlijk. En die beide dames, die zeggen allebei, wij gaan met u mee hoor, we gaan mee naar Bethlehem. Nee, zegt Naomi, doe dat nou maar niet. Ik raad het jullie af. Ga terug, daar ligt jullie afkomst, daar ligt jullie toekomst. Misschien, wat ik al eerder zei, kun je daar een nieuw huwelijk gaan sluiten, een gezin gaan stichten. Was dat een goede raad trouwens? Dat Naomi zei, ga maar terug. Je wilt toch niet in Moab wonen? Nou, het is eigenlijk een beetje te vergelijken als wat je in de Bijbel in het Nieuwe Testament leest, hè?
wat er eigenlijk gebeurt tussen de Heer Jezus en die Canaanese vrouw, weet je wel? Die Canaanese vrouw die komt en die heeft een verzoek en dan zegt de Heer nee. Want je behoort niet tot Israël. En dan blijft ze maar aanhouden. Hè? Zeggen ja, maar toch. Hè? En nee, brood is het is alleen voor de kinderen, niet voor de honden. Ja, zegt ze dan, maar de honden eten toch van die kruimeltjes die onder de tafel zijn gevallen. Dus met andere woorden, ze houdt aan. Hè? En dan zegt Jezus, groot is uw geloof. Hè? En dat is eigenlijk hier denk ik ook aan de hand. Hè? Dat Naomi zegt van, ga terug. Wij willen met u mee. Ga maar terug, daar ligt je toekomst. En zo. Wat wil ze eigenlijk helder krijgen? Ze wil helder krijgen wat er in het hart van die meiden ligt. Ze zijn een aantal jaren met het gezin opgetrokken. Ze hebben gezien dat Naomi aan het bidden was. Ze hebben gehoord dat Naomi over de God van Israël sprak. Ze hebben gezien hoe of dat eigenlijk allemaal eraan toe ging. Ze hebben misschien ook wel vragen gesteld. Waarom doen jullie dat zo en waarom doen jullie dat zus? Het is om zo te zeggen toch al heel wat ze meegenomen hebben. En nu, op dit moment, nu komt het erop aan. Dit is het moment, het kruispunt in hun leven. Nu komt het erop aan. Wat leeft er in je hart? Welke keuze maakt jouw hart? Orpa, zeg het maar. Orpa kust terug. Maar Rut klampt zich aan Naomi vast. En nu komt het grote onderscheid tussen de meiden openbaar. Nu komt het aan het licht wat er aan de binnenkant van hun leven is. Orpa kust. Ze neemt afscheid van Naomi voor altijd. Ze gaat haar oude bestaan voortzetten. Ze gaat daar ook weer een nieuwe levenspartner zoeken. En ze is nou even verdrietig, maar misschien over een jaar, dan zegt ze Naomi, wie was dat ook alweer? Ze probeert de levensdraad weer op te pakken. Hè? Zoals laatst iemand ook zei, dat las ik ergens van, ja, ik heb toen een verdrietige tijd gehad, maar ik heb het eigenlijk allemaal weer achter me gelaten. Het is nu allemaal weer prachtig. Ik heb het nu weer goed. Ze gaat weer verder op de oude weg. Ze probeert het oude bestaan als het ware weer te omarmen. En wat daar aan moeite was, probeert ze te elimineren. Nu moet het goed gaan. Ik ga terug. Orpa kust, een lieve meid hoor. Maar ja, een Moabitische. Ze is dicht bij het licht geweest, zegt Matthew Henry. Maar ze kiest uiteindelijk toch voor het donker. Of moet je het nog wat scherper zeggen? Orpa is dicht bij het leven geweest. Maar zij kiest de dood. Rut, zij klampt zich aan Naomi vast. Kiest ze voor Naomi? Nee, ze kiest voor de God van Naomi. En ze kiest voor het volk van Naomi. Uw God, mijn God. Uw volk, mijn volk. Hij is de levende God. Ze heeft het ontdekt. Ze heeft het gezien. Ze heeft het geproefd. En God heeft zo dat gezegend aan haar hart. Zodat ze daar ook dat geheim van leerde beoefenen. De Heere, de levende God. En ze had het gemerkt hoe rijk het is om de Heere te dienen, dat hij troost in smart, dat hij kracht geeft in verdriet. Ze had het gezien, dat de Heere zegent wie het van hem verwacht. En dat was uiteindelijk voor haar
zo waardevol geworden. Wie is God? Ze had daar het een en ander van gezien. Als de vraag aan ons gesteld zou worden, wie is God, zouden we er eigenlijk nog veel meer over kunnen zeggen. Dat de God, de levende God, de God van Israël, de God is die zijn zoon heeft geopenbaard, die zijn eigen lieve zoon heeft gegeven en die is gestorven voor de zonde van zijn volk, die is weer opgestaan uit de doden. In hem is verzoening en leven en eeuwig leven. Wie is de God van Naomi? Dat is de levende God die in Christus genadig is voor een zondaar die tot hem de toevlucht neemt. Die verwachting geeft, die licht schenkt in de duisternis. Wat heeft een mens buiten hem? Wat heb je nou in Moab? Ja, Orpa kust. Maar Rut, die kiest. Ze gaat een nieuw bestaan, gaat ze beleven met Naomi mee. En dan zal het allemaal, en dat blijkt in het verdere van dat boekje ook wel, zal het allemaal niet zomaar van een leien dakje gaan, dat je zegt, nou, dat is allemaal helemaal geen moeite meer en zo. Nee, dat is het niet. Maar wel die rijkdom. Ik mag de Heere nu vrezen, ik mag hem nu kennen. Ik mag nu met hem door het leven gaan, het nieuwe bestaan. Het nieuwe bestaan dat getekend of gekarakteriseerd kan worden als licht tegenover de duisternis. Als leven ten opzichte van de dood. Hoeveel mensen zouden als Orpa zijn? Hoeveel mensen, ik weet het niet, doet dat er wat toe? Nee. Hoeveel mensen zouden er als Rut zijn? Je ziet het wel eens, zo, dat mensen inderdaad ervoor uitkomen, dat ze de Heere mogen kennen en lief hebben. Soms ook jonge mensen, dat ze zich melden voor de belijdeniscategorisatie, dat ze belijdenis gaan doen, dan zie je het. Ze maken de keuze van Rut. Maar hoe we het ook allemaal zeiden, het gaat er niet zozeer om wat anderen doen. Natuurlijk is het veel van grote belang. Wat eigenlijk de keuze is van mijn hart. Wanneer we het zo vanmorgen hebben over Orpa die kust Rut die kiest, en dan mag je eigen hart ernaast leggen. Welke keuze ligt nou in jouw hart? Jongeren, welke keuze ligt in jouw hart? En wij die wat ouder zijn, misschien hebben we die keuze wel mogen maken, maar is het allemaal weer wat vervlauwd, hè? En zijn we weer te veel moabieten geworden, toch? Kan maar zo. Wat is de keuze van mijn hart? Waar gaat mijn hart naar uit? Orpa's weg gaat naar Moab. Orpa heeft uiteindelijk ook niet veel meer, en dat klinkt heel scherp, ik weet het. Maar Orpa heeft niks meer anders te verwachten dan een poosje misschien wat aards geluk en dan de dood. Maar Rut, die heeft uitzicht. Rut gaat naar Bethlehem. Naar het broodhuis. En mag daar brood gaan eten. En daar wordt door God uiteindelijk zelfs dat brood gegeven. Wat in het Nieuwe Testament ons ook zo rijk wordt aangeboden. De Heere Jezus Christus. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En wie daarvan eet, zal nimmer meer hongeren. In Bethlehem is de zaligheid. In Bethlehem is het leven. Je kunt beter in Bethlehem zijn dan in Moab. Amen. Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Trouwe, barmhartige Heere in de hemel. Vanmorgen hebben we zo samen stilgestaan bij die keuzes die de twee schoondochters van Naomi hebben gemaakt. Een emotionele keuze, zeker. Op het denkbeeldige kruispunt van hun leven. Orpa kuste. Ze kuste afscheid. En ze omarmde daarmee haar oude bestaan. Ze ging terug naar Moab. En al was er op dat moment brood, uiteindelijk was daar geen leven. Maar Rut mocht zich vastklampen aan Naomi en uiteindelijk zich vastklampen aan u. En zij was daarmee op weg naar het leven. Naar het broodhuis. En ze mocht daar in het leven en het licht ontdekken dat u geeft aan ieder die u vreest. Heere, van belang dat ook wij in ons hart de goede keuze mogen maken. En dat we ook daar misschien ook steeds weer in hernieuwd mogen worden. Dat we dan toch die keuze mogen maken van Rut. Dat we ons aan u en uw woord mogen vastklampen. En dat we het mogen zeggen, ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. Om mij van het pad van de zonden af te keren. Dat is de weg naar het leven. De weg naar het licht. De weg die toekomst heeft. We danken u, Heer, dat we zo vanmorgen ook weer samen uw woord hebben mogen overdenken. Wil ons deze zondag nabij zijn en als we vanmiddag opnieuw samen zijn, geef dan dat uw woord ons weer opnieuw als een licht en als een lamp mag zijn. Een licht op ons pad en een lamp voor onze voet. En neem alles weg wat ook vanmorgen niet was naar uw heilige wil. Ja, Heere, zie ons aan in uw genade. Om Christus Jezus willen. Amen. Psalm 86, het zesde vers. Leer me naar uw wil te handelen. Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn om op u en ook op jullie leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.